best vroege tijdstip allemaal. Een bijzonder woord van welkom voor onze burgemeester, voor mevrouw Lamers en de aanwezige college- en raadsleden. Heel hartelijk welkom, dat had ik al gezegd, op Koninginnedag 2009. 2009 is het jaar van de tradities. Dames en heren, jongens en meisjes, het kleurt oranje in Nederland en het kleurt oranje in Houten. En één keer per jaar is dat inderdaad een hele geweldige en belangrijke traditie waar wij best wel trots op mogen zijn. Sinds dat onze majesteit in 1999 Houten bezocht, is Koninginnedag weer een heel belangrijk moment in het jaar. En trekt iedereen erop uit om feest te vieren, gezellige dingen te doen, spelletjes met de kinderen te doen. Dank daarvoor aan dit Oranje Comité, maar ook aan de Oranje Comité's in Schalkwijk, Tullendaal en het Gooi, die dat ieder jaar maar toch maar weer organiseren met veel energie en met veel enthousiasme. Ik hoop u te mogen ontmoeten, hier op het manifestatieterrein, op onze rommelmarkt voor de kinderen, of straks bij de Grunt, waar OK-pop is, of op het Oude Dorp, of weet ik veel waar, veel activiteiten plaatsvinden. Ik hoop in ieder geval dat u erop uittrekt en dat we elkaar ontmoeten en dat de kinderen een hele gezellige dag hebben. Dank aan Scouting die weer een geweldige erewacht heeft gemaakt bij onze vlag. Dank aan KNA die niet alleen hier, maar straks ook in het Gooi nog een serenade te horen zal brengen. En natuurlijk ook het Wilhelmus. En dank aan La Chanterie. Het is inmiddels een echte traditie geworden dat zij deze obade muzikaal verzorgen. Ik wens u allemaal een hele mooie, fijne en oranje Koninginnedag toegewenst. Dank u wel. Ja, we kunnen het declareren, maar er is één die te declareren voor de medewerkers. Verder voor de zon. Ja, ik stel voor dat we het glas hebben op de Hare Majesteit. En al die mensen die te denken. Hoera! Hoera! Hoera!